is het? Ja, voor je balans. Voor je balans? Ja, dan kun je leren balanceren. Meen je dat nou? Ja, ben je daar een beetje goed in? Weet ik niet. Kom, we gaan het even checken. Nou, geef me een hand. Ja, dat moet toch zonder? Niet loslaten, niet loslaten. Nee, niet doen, Albert! Volgens mij moet je het gewoon heel snel doen. Hoe weet je of je goed bent in balans houden? Je moet het gewoon heel veel oefenen. Jij moet dadelijk nog heel veel oefenen. Ik haal even wat erbij. Ja, ga er eens op staan. Wa. Maar wat heb je eraan? Wat heb je nou eraan? Alleen al dat wij fietsen, dat wij een fietsend land zijn, betekent al dat wij op wereldschaal heel goed zijn in balans houden. Maar jij duidelijk niet. Kijk, dit is ook leuk. Je moet wel een beetje dus heel erg, je moet, schijnt dus heel erg heen en weer te moeten gaan. Maar dan denk ik, wil je niet overvallen? Ja. Maar alleen al dat je kunt fietsen is dus al echt een prestatie. Hou me vast, hou me vast. En dat komt omdat je van jongs af aan al leert om je balans te houden. Beter balanceren kun je leren. Hier, gaan we hier beginnen? Je kunt het leren. Chippy? Nee, ik heb een balansdag. Balansdag? Kijk wat deze gast kan, hè. Dat is nep, hè? Nee. Ja? Hij loopt over dat ravijn. Je ziet al dat hij pas zit aan het touwtje daar. Ja, oké, voor de zekerheid. Anders stort hij te pletteren in een ravijn. Ja, wat is er dan knap aan? Dat kan ik ook. Beetje oefenen. Dus jij wil met een trainingtje dit ook kunnen? Ja. Dan weet ik wel iemand die ons kan helpen. Wacht. Beetje balanceren op een touw. Ja, ik weet wel iemand. Wij gaan eens even bellen met Stephanie Winters, KNO-arts. KNO, keel, neus, oor. Ja, keel, neus, oor. Wat heeft hij met je evenwicht gemaakt? Nou, vraag zelf maar, daar gaat het al over. Hoi! Hey, Stephanie! Stephanie, wij willen beter worden in balans en daar kan jij ons bij helpen? Zeker! Ik ben KNO-arts en ik werk in een speciaal centrum voor duizeligheid. En daar weten we ook van alles over balans. Oh, dus mensen die niet zo lekker in balans zijn. Precies. Heb je tips voor ons? Je kan verschillende dingen doen. Balans, dat hou je eigenlijk met je evenwichtsorganen. Maar ook heel erg met je ogen en ook heel erg met je gewrichten en je zenuwen. En dat kan je eigenlijk allemaal trainen. Nou, dat is goed voor mijn koordansenrecord. Het idee van jou is, Rachel, dat jij echt met die gewrichten en benen aan de gang gaat. Je gaat elke keer, elk uur, ga je eventjes op één been staan. En dan zo lang mogelijk volhouden als het gaat. Ja. Dat doe ik wel. Wat ga jij doen? Heb je voor mij ook iets? Albert, jij gaat tijdens het lopen met je hoofd heen en weer. Want daarmee kan je eigenlijk je oogreflex een beetje trainen. Oké, dus ik moet de hele tijd mijn hoofd schudden, maar toch vooruit blijven kijken. Ja, dat ziet er goed uit. En Rachel, kom jij dan volgende week bij me langs? Oké, doe ik. Dankjewel. Dag Stephanie. Tot volgende week. Dag. Guys, het is echt een niet normaal grote troep in mijn keuken. Dit is een mooi moment voordat ik ga opruimen om even een ontspanningsoefening te doen. Oftewel om even op één been te staan. Nou, ik weet niet hoor, maar ik probeer hier wat werk gedaan te krijgen. En ik merk wel dat mijn ogen overal heen draaien. Maar ik ben heel benieuwd of dit wat gaat opleveren, jongens. Een mooie boomstam gevonden van ik dacht, daar kan ik mooi over oefenen. Want als ik namelijk van deze boomstam afdonder, dan donder ik in het water. Oké, waarom dit is, ik weet het niet. Ik moet in ieder geval met mijn hoofd schudden en over deze balk heen lopen. Gevallen. Zie je het wel? Schudden met je hoofd. Dit nog een paar keer. Dan ben ik straks klaar voor de touw, hoor. Goed, oké, dus je bent op vakantie. Je vliegtuig is neergestort. Kokend en kokend water onder je. Onderin zwemmen allemaal krokodillen die heel erg honger hebben. Ja? Jij moet naar de overkant om iemand het leven te redden. Ja. Denk jij, Kevin, dat jou dat gaat lukken? Misschien. Spannende muziek! Jammer. Oh, wat knap. Superknap. Superknap. Wow. Kevin. Nou, je bent alsnog helaas niet overleefd, maar wel knap. Ah. Je mag niet helpen, Albert. Ik wil gewoon dat ze het haalt. Oh. Goed gedaan. Hey, Stephanie. Hey, Rachel. Ik wil je even laten zien. Ik heb geoefend, hè? Wat goed. Maar zullen we eens gaan meten hoe je het doet? Ja, oké. Kom mee. Meten is weten. Oh. Hi. Hallo. Kijk. Dit is Hans. Hi Hans. Hi. Hans, wat wil je ons even helpen? Wat heb jij in je handen daar? Een mooi tuigje. We gaan je balans meten. Dus dan ga ik echt dat tuigje aan, dat is voor de veiligheid. Daarna ga je in de posturograaf. De postiograaf. Posturograaf. Posturograaf. Een balansmeter. En we kunnen kijken hoe goed je hebt geoefend. En wat denk jij? We gaan het zien, Rachel. Oké. Aantrekken. Het voelt een beetje alsof het een soort escape room staat of zo. De cabine om je heen kan wat gaan bewegen. Oké. En de voetplaat
die zal ook een beetje schommelend zijn. Dus probeer gewoon te blijven staan, ondanks dat het apparaat van alles gaat doen. Oké. Ben je klaar voor? Ja. Komt-ie. Oh. Maar dit is best wel lastig, hé. Ik naar beneden kijken. Oeh. Ik sta nog. Oh, is dat weer klaar? Ja, hey, jammer. Is klaar. Het is maar 20 seconden. Ja. Nou, maar we kunnen het best nog een keer doen. Ja, ik wil nog een keer. Zijn er ook levels? Dus hoe stiller die blijft staan, hoe beter ik het doe. Yes. Klaar? Ja. Alle balkjes zijn mooi in het groen. Zou dit nou rood zijn, dan was het niet goed. Dus je hebt het hartstikke goed gedaan. Ja, dus wat zegt dat over mijn evenwichtsorgaan? Dat die gewoon goed ontwikkeld is? Jouw balans lijkt uitstekend te zijn. Dus maar wat heb ik dan in mijn leven goed gedaan, zodat het dit resultaat oplevert? Ik denk dat jij heel veel bewogen hebt. Dat is de truc. Klopt. En wat kan ik nou doen om nog beter te worden? Nog meer bewegen. En in ieder geval blijven bewegen. Trainen. Hoe groot schat jij je kansen in om daar te komen? Op je eigen balans nu. 4. Een 4. Ja, heel goed. Hij gebruikt zijn hele lijf. Zie je dat? Okay, dat doe je keer, wel goed hoor, dat uitbalanceren zo. Wow. Oké, dan gaan we je nu helpen. Hoe oud was je toen je leerde fietsen? Denk 8 of 7. Oké, je mag ons vastpakken. Beetje oefenen. En je evenwicht zou gaan. Weet je waar die zit? Nee, weet ik niet. Mag ik benen? Bij je benen? Bij je benen? Weet niet. Geen idee. Zit hier. Achter je oren. Bij mijn oor. Kijk, hier hebben we een oor. Hier zie je de oorschelp en hier is de gehoorgang. He, ja. Daar zit oorsmeer in, daar kan je ook je vinger in stoppen. Vervolgens kom je dan aan bij het binnenoor. Dat zit hier. Ik haal het even eruit. Als je dan even het evenwichtsorgaan hebt, heb je eigenlijk 3 halfcirkelvormige kanaaltjes. En die meten eigenlijk alle draaiingen in alle richtingen als je je hoofd draait. En dan heb je hier nog 2 kleine zakjes en die zijn meer voor de rechte bewegingen. Dus bijvoorbeeld een trein die rechtdoor gaat, dat meet je met die zakjes. En ook als je in een lift naar boven en naar beneden gaat. Dan heb je er 2. Allebei dus achter je oor. En die moeten gelijk opgaan? Die moeten gelijk opgaan. En die kunnen samen dan ook weten wat voor beweging je maakt. Zo zitten ze eigenlijk in je hoofd, maar dan achter je oor. Oké, dit is me evenwichtsorgaan. Je lijkt wel een rendier. En wat er dan gebeurt, als jij je hoofd draait, dan gaat de vloeistof in die kanaaltjes, die beweegt ook mee. En die vloeistof die gaat een soort tegenbewegen als jij een beweging maakt. En dan wordt er een zenuwprikkel afgegeven en dan weet je hoofd, door 2 evenwichtsorganen. Ik ga rechtdoor. Of... Ik ga rechtdoor, ik draai me om, ik zit in een draaimolen, ik zit in een lift. Samen met, nogmaals, je ogen en je gewrichten en het gevoel onder je voeten. Ja, precies. Mijn ogen die gaan de hele tijd recht zetten wat ik dus bij mijn hoofd scheef draai. Kijk. Die gaan dus de hele tijd compenseren voor wat ik doe, volgens mij. Terug naar de KNO-arts. Rachels evenwichtsorgaan werkt prima. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je duizelig wordt? Ik sta nog. Duizeligheid kan gebeuren als je 1 evenwichtsorgaan bijvoorbeeld plotseling minder gaat doen. Dan snap je hersenen er niks van, want 1 geeft helemaal geen informatie, de ander werkt nog normaal. En dan denkt jouw hoofd, we zijn aan het draaien. Dus dan word je heel erg draaiduizelig. Maar waarom zou er 1 ineens niet meer stoppen met informatie doorgeven? Kan verschillende redenen hebben, bij bepaalde ziektes heb je dat. Maar je kan ook bijvoorbeeld door een virus op het evenwichtsorgaan. En dan krijg je dus plotseling heel hard draaiduizeligheid. Maar ik kan het wel even laten voelen hoe het voelt als je echt draaiduizelig bent. Oké. Als je wil. Nee, maar we doen het toch maar, hè? Oké. Okay. Topdocs, alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Kijk, Rachel, hier hebben we een hele mooie stoel. Ga daar maar eens in zitten. Nou, is die mooi? Zit die lekker? Het idee is dat we je heel hard rond gaan draaien in de stoel. Vervolgens gaan we je stoppen. Wat er dan gebeurt, is dat die vloeistof die draait nog even door. Je evenwichtsorganen denken dat je nog steeds beweegt. Dat vloeistof dat gaat ronddraaien. Zoals je in een kopje met thee roert, met een lepeltje, dat draait dan een beetje. En wat gebeurt als je stopt met en roeren? En als je stopt met roeren, dan draai je nog even door. Ja, precies. En dat gebeurt nu in mijn evenwichtsorgaan ook. Ja, dat kan je dan ook zien aan je ogen. Die gaan dan ook nog een soort schokkende beweging maken. En je ogen en je evenwichtsorgaan zijn heel erg met elkaar verbonden. En dat is waarom Albert ook zijn ogen moest trainen. Door zijn hoofd heen en weer te bewegen en met zijn ogen te kijken. Want dat een heel belangrijk deel is van het houden van je balans. Oké, Rachel, ben je er klaar voor? Ja. Nou, hou je ogen maar dicht. Gaan we beginnen. Stoppen. Ja. Wow! Oh man! Nu weet
weten we zeker dat je even zou gaan doen. Hey, ik voel dat mijn ogen zo helemaal zo. Ja. Dat is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Vandaar dat jouw balans waarschijnlijk zo goed is. Ja, dat is ook zo. Wat heb je nou aan een goede balans? Ja, dat heb je eigenlijk nodig in het dagelijks leven. Want als je bijvoorbeeld in het donker wil lopen of in een bos waar een oneffen ondergrond is, dan kan je niet zo goed vertrouwen op je ogen in het donker en op de oneffen ondergrond niet zo goed op het gevoel van je voeten. Dus als die systemen je niet zo goed kunnen helpen, dan moet je een goed getraind evenwicht systeem hebben en dus je balans goed hebben, want dan kan je dat goed aan. Je wordt anders een beetje lomp van. Je stoot vaak dingen om, je valt vaker, je struikelt vaker en je wordt soms ook een beetje onzeker met het bewegen. Nou, dat is niet normaal. Je hebt gewoon echt Albert beschreven. Zo lomp dat die jongen, joh. Ja. Hey, niet zo hard duwen. Nou, ik ben benieuwd wie er beter is. En balanceren. Oh, mijn knie. Oké. Okay. Dan ben jij mooi uitgeschakeld. Het is wie het verste komt, oké? Oké. Ja, ga je gewoon hele grote stappen nemen. Nou en? Tot hier. Ik kwam tot hier. Oké, best knap. Ga ik mijn techniek toepassen? Eindpunt in de gaten houden. Ja. Winnaar mag hem opruimen. Nee, dat is toch niet eerlijk? Rachel.